Voilà, je ziet in uw feestmenu, voorgerechtje staat in uw koelkast, hoofdgerecht gewoon assembleerbaar en dan heb je het dessert, hier een kaasje in dit geval, die heropwarmbaar is. Dus gewoon een beetje opwarmen en het staat ook klaar. Zeer belangrijk dat je al je mise en place op voorhand gedaan hebt. Dus we starten met de siroop van rode wijn. Tak. We gaan dat volle gaas zetten. Pakt 4 deciliter. Yep. Honing erbij, acacia honing. Dus honing, rode wijn, vijg past, ja, dat is de perfectie samen. Voilà, suiker. Dus als dat inkookt, wordt dat een mooie siroop. De alcohol gaat uit dat geheel. We doen daar een beetje rozemarijn bij. We laten dat inkoken. Punt 2, gaan we krokantjes bakken van Cantal. Is weer al volledig op voorhand klaar te maken. Hè. De kaas. Zo wat raspen in de pan. En je zult zien, dat wordt één grote krokant. Niet aankomen. Laat dat rustig gaan. Goed. We gaan dus de vijgen bakken. We gaan de vijgen bakken. Tak. Dus gewoon bladerdeeg. Eigenlijk heb je dat ook altijd in huis in je diepvriezer of koelkast voor een taartje te bakken of gelijk wat. Altijd fijn om dit in huis te hebben. Hè. Dan de vijgjes. Je geeft daar zo'n insnijding in. Kontje eraf. Zie dat die blijft staan. Tak, tak. Tak. En eigenlijk als je zo een lekkere kaasbereiding is altijd in de winterfeestdagen altijd leuk zo. Is hartig. Voilà. Voilà. Hup, en wat gaan we doen met dat fuitteken? Zo mooi er tegen hangen. Ga een mooi krokantje aan ons vijsje geven. Zie, dat gaat zo mooi zijn, hè? Tak, tak, tak. Klein klontje boter erop. Zie, ook het zout van de Cantal gaat heel goed samengaan met de suiker. Hopla. 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 En hopla. Dit mag je gerust op voorhand bakken, geen enkel probleem. De moment dat je het nodig hebt, gewoon terug even in de oven dat dat krokant is. Voilà, dus dit gaat 10 minuutjes duren op 200 graden, dus dat dat echt goed krokant is. Je ziet mijn krokantje hier, kijk er eerst. Ho, 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 ho. En je ziet een keer het krokantje van Cantal. Kan niet makkelijker zijn, hè? Gewoon de kaas raspen in de pan en het is klaar. Nu het schuimpje van Cantal. Voilà, een beetje water. 2 gram gelatine. Weken. En je zult zien, dat is niet moeilijk. Ga je gewoon zo'n fles gaan halen, bommetjes. En je zult zien, dat is niet moeilijk. En het is ook lekker. Dus we hebben hier de Cantal 150 gram. Voilà, een halve liter melk. Goed zouten. En ons espumakje is al bijna klaar. Dus kijk, gewoon een keer mixen. Voilà, we gaan gewoon een klein beetje van dit opwarmen om onze gelatine in te smelten. Dus een klein beetje van onze kantalmelk in het potje. De geweekte gelatine. Zie, voilà. Dus die gelatine gaat er eigenlijk voor zorgen dat onze espuma mooi schuimen blijft. Zie, die gelatine smelt daar nu mooi in. Zie, de gelatine is gesmolten. Bij de kantalmelk. Zeer, zeer belangrijk dat is dat je dit door een fijne zeef jaagt. Je moet maken dat dat zuiver is zonder brokjes erin. Kijk, we gaan up in een kannetje. Anders gaan we smossen. Nu doen we dat up in de espumafles.
Jeps. Dus die gelatine zal er eigenlijk voor zorgen dat dat mooi stijf blijft, dat schuim. Boom. En bommetje nummer 2. Die gaan we erop laten. Tak. Dit gaat in de frigo. In de koelkast. Zie je eens hier hoe schoon dat die zijn. Kijk. Mooi krokant zoet. Voilà. En je zet dat mooi. Je laat dat op je bakplaatje. En ja, ik zou zeggen, laat de gasten komen. En het is klaar. Als straks de gasten komen, hebben we het vijgje klaar. Ondertussen gaan we wat rode wijnsiroop in het bordje schikken. Daarna gaat de espuma erover, dus mooi het rondje vol. Ik haal de vijgen uit de oven. Zie dat die goed krokant zijn. Ik leg die midden in de espuma. Daarna gaan de krokantjes van de kantalkaas tegen de vijg. We werken af met nog wat kruidekjes. Een beetje siroop erover sprenkelen en we zijn klaar.